bij mijn allereerste video shoplog. Dit is helemaal nieuw voor mij. Mijn camera is ook nieuw, dus als het niet helemaal goed belicht is of wat dan ook, dan... Sorry, ik ben het nog aan het uitvinden. Ik vind het ook heel erg awkward om mijn stem op film te horen, dus help. Ik ben geweest shoppen bij de Primark en de H&M. Bij de H&M hadden ze een hele leuke sale, dus daar heb ik heel wat geshopt. Ik kreeg een berichtje van een bezoekster dat ze een heel leuk shirt hadden bij de Primark. Die heel erg bij mijn blog paste, dus daar moest ik eventjes natuurlijk naartoe. En dit is dat shirt. Het is een crop top. Ik ben zelf niet zo van de crop top, maar de naam van mijn blog staat hierop. En niet alleen de naam van mijn blog, nee, het is gewoon echt precies hetzelfde lettertype als dat ik in het begin voor mijn blog heb gebruikt. Dus ja, ik weet niet of de Primark dacht van, goh, een leuk blog, we gaan eventjes dat ontwerp jatten. Of dat het gewoon puur toeval is. Ik gok het laatste. Maar ja, deze kostte 6 euro en ja, al draag ik hem niet. Ik moest hem zouden hebben. Dus dit is het allereerste item van de Primark. Het tweede dat kreeg ik van mijn moeder. Ik ben een heel groot fan van New York. Ik ben er zelf een keertje geweest. Echt de meest gave stad ever. En toen... kwam ik deze trui tegen. Ja, het neon met het lichtgrijs, dat spreekt mij heel erg aan. Ook dat gestipte vind ik super leuk. Het is gewoon een voor de rest een simpele trui. Die je leuk kan combineren met een lekkere felle lipstift. Bijvoorbeeld Kenny Yum Yum van MAC heb ik hem meegedragen. Deze trui kostte 10 euro. Het volgende van de Primark, dat heb ik al aan. Dit is deze legergroene blouse. Ik hou wel van de legergroene kleurtjes. Het is een hele nette t-shirt stof blouse. En deze kostte 8 euro. Daarna ben ik even naar de home afdeling gelopen. En daar vond ik deze leuke pleat. Het is een hele lekker zachte pleat met een leuke grafische print. Daar hou ik altijd wel van. Zie je nu ook heel veel terug in... op Instagram de laatste tijd. Dus ja, voor 4 euro moest ik deze eigenlijk al hebben. Ja, je ziet hem hier al liggen. Ik ben gek van flamingo's, ananasjes. Gewoon die tropische trend vind ik echt super leuk. En toen zag ik deze mok. Ja, 3 euro. Ik weet niet of ik hem echt ga gebruiken om uit te drinken. Maar ik vind hem gewoon heel erg leuk als huisdecoratie. Het laatste wat ik kocht zijn deze Argan Facial Cleaning Wipes. Deze ruiken echt super lekker. Er zitten er 50 in. Ja, 50 voor 1,50 euro. En ik gebruik deze doekjes heel graag. Nou, dan gaan we over naar de shoplog van de H&M. Daar hadden ze namelijk een hele leuke sale actie. Ik ging naar binnen met het idee van, nou, ik ga eigenlijk niks kopen. Maar toen viel mijn oog op... Ik zal maar even bijpakken. Dit leuke jasje van de H&M. Deze had ik al eerder gezien en die wilde ik eigenlijk heel graag hebben. Maar hij was officieel 50 euro en dat vond ik dan net te duur voor zo'n jasje. Het is wel een hele lekkere dikke stof. Dus je zou hem eigenlijk als voorjaarsjasje kunnen gebruiken. Hij was nu afgeprijsd voor 20 euro. Dus ik dacht, nou, die ga ik natuurlijk meenemen. Want zo'n deal kan je niet afslaan. En toen zei mijn moeder opeens van, hey, moet je kijken. Alle sale is nu 2 halen, 1 betalen. En ik kon eigenlijk al niet kiezen tussen 2 jasjes. Want je hebt ook precies hetzelfde jasje eigenlijk in een andere print. Wat meer met goud. En ook een beetje dat rode en blauwe zit erin. Deze vond ik ook super leuk. Kost ook 20 euro. Dus nu heb ik 2 jasjes ter waarde van 100 euro voor 20 euro weten scoren. En daar ben ik natuurlijk super blij mee. Het volgende wat ik zag was een trui die ik eigenlijk ook al een tijdje wilde hebben. Maar ja, het was 30 euro. Dus vond ik dan voor een trui een beetje aan de dure kant. Dus ik had hem elke keer teruggelegd. Nu zag ik hem hangen voor 10 euro. Het is een grijs trui. Ja, weer grijs. Met allemaal leuke gouden beestjes erop. Ja, je moet ervan houden. Het is wel een soort van crop top trui. Maar deze kan ik goed combineren met een zwarte high waist jeans. Maar ja, dan heb ik dus 3 items. En het vierde item zou ik dan ook nog gratis krijgen. En ja, dan kan je natuurlijk niks vinden. Maar ja, toen liep ik langs de accessoiresafdeling en zag ik deze hele leuke tas. Deze was afgeprijsd van 20 euro naar 5 euro.
En die kreeg ik er dan gratis bij. Hij doet me een beetje denken aan de Rebecca Minkoff tasjes. Als je die niet kent, moet je even bij Kitty's Cupcakes op hun blog kijken. Want hun zijn er helemaal fan van. Hun hebben daar een aantal tasjes van. Stiekem heel jaloers. Maar deze kwam voor mijn idee wel goed in de buurt. Dus ja, deze kreeg ik dus gratis bij. Nou, dit is bij deze mijn allereerste shoplog. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om naar te kijken. Als jullie vaker van dit soort filmpjes willen zien, doe dan even een thumbs up. Vergeet je niet te abonneren op mijn YouTube kanaal. Bedankt allemaal voor het kijken en ik zie jullie allemaal de volgende keer. Bye bye! Van dit als je niet wil. Als je deze video leuk vindt, meestal een crop top. Zo. Een crop top. Het laatste wat ik bij de Primark kocht was